welkom bij deze nieuwe video. Vandaag gaan we lekker met elkaar kletsen, want ik ga het vandaag hebben over alle beauty producten die ik helemaal leeg heb gemaakt. En ik heb er echt al een hoop. Ik wilde deze video al zo lang maken, maar ik heb het heel te uitgesteld, omdat ik steeds andere video's maakte, waardoor dit bakje nou echt super vol is met een heleboel producten. En het is niet alleen maar make-up, het is make-up, skincare, parfum, echt, het is gewoon een beetje van alles, maar wel echt alles omtrent beauty, of course, want ik heb een beauty kanaal. En ik ga jullie dus vandaag laten zien wat ik allemaal heb opgemaakt. Dat ik iets opmaak houdt niet in dat het ook altijd goed is. Dus ik vertel ook wat ik ervan vind. En of ik het echt aanraad of juist iets heb van nee, ik vind echt gewoon helemaal niks. Want dat kan ook. Af en toe maak ik het op, ondanks dat ik het niet heel fijn vond. Ik weet, dat is een beetje krom, maar toch doe ik het. Af en toe heb ik iets van misschien als ik het wat vaker gebruik, dat ik het dan wel fijn ga vinden. Maar vaak is dat dan helemaal niet, maar oké. Okay. Maar goed, pak er gewoon iets lekkers bij. Iets te eten, iets te drinken. En ik kom lekker luisteren naar al mijn opgemaakte producten. Dus vergeet ook niet alvast te liken en te abonneren. Zo blijf je op de hoogte van mijn 4 video's in de week. En dan gaan we snel beginnen met deze video. Als je nou iets hebt van Sarah, wat heb jij een ontiegelijk leuke make-up look op? Deze look heb ik gemaakt in een van mijn vorige video's. Dat was een extra video. Dus bekijk die als je wilt zien hoe ik dit helemaal heb gecreëerd. Wat heb ik nou op mijn lippen? Ik heb MAC Lippot loodje op in de kleur Soar, of hoe je het ook zegt. En de Morphe Make It Big Lip Gloss in een hele mooie roze kleur. Dit is de kleur Big Pink Energy. Deze glossjes. Amazing. Oké, laten we gewoon snel beginnen, want ik heb echt weer een hoop. Laten we gewoon beginnen met een tandenpasta. Ik heb hier de Kruidvat Cool Mint tandenpasta. Dit is dus een tandenpasta van hun huis, merk van de Kruidvat. Ik heb die ontvangen in PR en hij is echt helemaal leeg, zoals je kunt zien. Ik vind het ook altijd zo satisfying als iets helemaal leeg gaat. Toen mijn andere op was gegaan, heb ik hem gepakt en ben ik hem gewoon gaan gebruiken. Ik ben niet echt een persoon die gelijk oplet of het nou goed is of niet. Ik ga er gewoon vanuit, het zal wel gewoon prima zijn. Maar na een tijdje, ik zat in de auto en ik keek in die spiegel en iedereen met een auto weet, autospiegel laat alles zien. En ik keek naar mijn gebit en het was best wel geel. En het was zo geel dat ik echt eventjes aan het twijfelen was of ik wel had gepoetst. Maar als ik niet heb gepoetst, dan voelt het niet zo glad, zeg maar. En het voelde gewoon glad, dus ik wist zeker dat ik had gepoetst. En ik denk, hoe komt dit? Normaal is mijn gebit veel witter. En toen besefte ik mij, ik ben veranderd van tandenpasta. Deze tandenpasta maakt je gebit gewoon echt niet wit genoeg. Het was gewoon zo extreem dat ik gewoon dacht dat ik was vergeten te poetsen. Kun je nagaan. Deze raad ik echt absoluut niet aan. Laat ik dan verder gaan met twee parfums. Parfum 1 is een hele mooie roze van Ariana Grande. Ik had een mini size gehad bij een of ander iets wat ik had besteld. Nou, ik er gewoon opgedaan. Verder niet echt over gedacht. En ik kreeg allemaal van iedereen complimenten over dat ik lekker rook. En ik dacht, oh, wat heb ik opgedaan? Ik wist het niet eens. En toen ik zag dat die had opgedaan, heb ik gewoon het hele flesje besteld. Het heeft een hele zoete, kokosachtige geur. En ik vond hem echt heerlijk. Ik vond hem zo heerlijk dat dit al mijn tweede is. Maar ik moet zeggen, nou heb ik er een beetje genoeg van. Het is best wel een heftige geur. En als je hem te lang, te vaak opdoet, kun je er een beetje misselijk van worden. En dat is wat mij is gebeurd. Dus in het begin vond ik hem zo lekker. Maar na twee van deze flesjes had ik er persoonlijk wel een beetje genoeg van. En de verpakking is prachtig, zo mooi roze. En dit kan er ook gewoon zo uit. Heel erg mooi. En de tweede is van Yves Saint Laurent. Een hele mooie parfum. Ik weet eventjes niet meer hoe die heet, maar ik heb het vast hier in beeld gezet. Dit is mijn nummer 1 fave parfum. Deze heb ik gehad in PR. En toen ik hem opdeed, ik dacht echt, wauw, dit is echt de beste parfum ever. En ik heb ook gezien online en van andere mensen gehoord dat iedereen hem echt lekker vindt. Hij kost wel iets meer dan deze andere. Maar hij is het echt waard. Ik gebruik echt letterlijk gewoon bijna geen andere meer. Ik gebruik voortaan altijd deze. De echte prijs waard. Blijft de hele dag lekker zitten. En je hoeft niet veel op te doen ofzo. Dus je kunt hier best wel eventjes mee doen. En de verpakking is gewoon echt prachtig. Dus deze, ik raad hem echt iedereen aan. Fantastische geur. Dan heb ik hier de Clinique Moisturize Surge dagcreme. Deze heb ik ook gehad in PR. En er staat op dat hij dus echt je gezicht voor 100 uur hydrateert. Het is een beetje zo'n jelly formule. Dus niet gewoon een normale crème. En ik heb hem dus helemaal opgemaakt. Zoals je kunt zien, hij is niet heel groot. Dus hij gaat best wel snel op. En ik vond hem best wel fijn. Ik heb een normale tot droge huid. En toen ik hem opdeed, het voelt gewoon alsof je huid helemaal zo wordt gerefreshed. Het wordt helemaal zo verkoeld. Het voelt zo helemaal zo
waterig aan of zo. Ik weet niet hoe ik het moet beschrijven. Ik kan echt nooit iets gewoon fatsoenlijk beschrijven. Maar als je een droge huid hebt, of vooral een vochtarme huid, dan raad ik hem zeker aan. Ik vond hem echt heel fijn. En hij gaat echt geweldig met andere crempjes. Want ik breng altijd serum aan, een essence, zonnebrandcreme, een olie en dan nog dit. Hiermee gaat gewoon alles prima gewoon samen. Dus deze raad ik echt aan als je een vochtarme huid hebt. Dan heb ik hier de Pixi Milk Tonic Toner. Heel deze Milky lijn van Pixi is echt amazing. Een aantal maanden geleden heb ik dat ook al wel volgens mij verteld op mijn kanaal. Maar heel de Milky lijn, I love it. Het voelt zo fijn op de huid. Gewoon alles. Ik heb ze ook allemaal. Ik heb de hele collectie. Inclusief dit product. Deze gebruik ik dus altijd gewoon na mijn make-up. Om mijn pH-waarde van mijn huid weer te herstellen. En hij voelt zo fijn aan. Hij verzacht je huid helemaal. Je voelt echt dat je huid helemaal zo rustig wordt. Deze hele lijn echt gewoon amazing. Ik zou zeker iets proberen. Kan ook gewoon iets anders zijn van de lijn. Want ik vind gewoon echt alles amazing. Dus ja, probeer het zeker eens uit. Van Body Sense heb ik hier een Body Moisturizer. Ook deze heb ik gehad in PR. Letterlijk alles wat ik nu heb laten zien heb ik gehad in PR. Behalve dit. Dit had ik gewoon gehaald. Deze is ook helemaal leeg. Deze ging echt super lang mee. Het is een hele grote fles, dus hij gaat echt heel lang mee. Maar ik heb hem al opgemaakt. Deze vond ik ideaal omdat ik altijd bruin met Body Sense bruiningsmousse. En dit is dus een moisturizer die er ook voor zorgt dat je tan niet snel vervaagt. Dus toen ik dat las, ik dacht deze ga ik echt gelijk proberen. Ik heb nu al heel lang niet gebruind. Ik ben nu wel naar de zonnebank geweest, maar ik heb niet gebruind met mousse. Maar ik vond hem heel fijn, want hij is best wel dik van structuur. En ik heb een best wel droge huid. Hij smeert alleen niet heel lekker in. Hij smeert een beetje stroef in, omdat hij dus zo dik is. Dat vond ik wel een klein beetje minder. Maar hij was het uiteindelijk wel gewoon echt waard, omdat hij je huid echt intens hydrateert, omdat hij dus zo dikkig is. En het is dus ideaal als je ook nog eens bruint met mousse, want dan gaat het er ook niet snel van af. Ik gebruikte hem echt letterlijk elke dag. Ik heb hem ook best wel snel opgemaakt, ondanks het feit dat hij wel heel lang meegaat. En hij is SLS-vrij, parabeenvrij en vegan. Ideaal en vooral dus voor de mensen die zelf bruinen. Laten we dan nou eventjes ingaan met een make-up product. Ik heb hier de losse poeder van Make-up Studio in de kleur nummer 1. Ik denk niet dat als je mij volgt dat ik nog hoef te vertellen hoe fijn ik deze poeder vind. Deze heb ik ook gehad in PR. Ik heb hem al 3 keer ontvangen. Zo fijn vind ik hem. En ik heb hier al een andere. Deze is gewoon nog vol. Deze heb ik toevallig vandaag ook gebruikt. Deze poeder is echt super fijn. Hij is echt helemaal leeg zoals je kunt zien. Dit is echt zo'n poeder die gewoon ideaal is voor letterlijk iedereen. Het is niet echt per se gericht op iets specifieks. Het is gewoon ideaal voor iedereen. Droge huid, vettige huid, normale huid. Wat je ook hebt, het maakt niet uit. Deze poeder gaat er gewoon echt voor zorgen dat je huid hier heel smooth wordt. Ik heb er vandaag mee gebaked. Het maakt het helemaal smooth. Het gaat ervoor zorgen dat je concealer en alles goed op zijn plek blijft. En het belangrijkste, het maakt je huid niet extra dik voor niks. Dus deze poeder letterlijk geschikt voor echt iedereen. Maakt niet uit wat je hebt. Ik zou hem zeker proberen aanschaffen. Het is gewoon te bestellen bij hun op hun website. En ik heb een kortingscode voor die site. Staat beneden in de beschrijving. En dan heb je een beetje korting. Want hij is niet heel goedkoop. Dan heb ik hier de MAC Pro Longwear Paint Pot in de kleur Soft Ochre. Dit gebruikte ik heel lang als oogschaduw primer. Daar is hij echt geweldig voor. Zoals je kunt zien is hij niet helemaal op. Maar hij is echt helemaal uitgedroogd. Hij is echt gewoon niet te gebruiken meer. Hij is gewoon helemaal droog. Maar ik heb er wel echt heel lang mee gedaan. Volgens mij heb ik hem al zeker 1 tot 2 jaar of zo. Dus ik heb hem echt al jaren. En nu pas is hij helemaal zo gedroogd dat ik hem echt gewoon letterlijk niet meer kan gebruiken. Er komt gewoon bijna niks meer van af gewoon. Absoluut het bedrag waard. Want hij is niet heel goedkoop. Want hè, het is MAC. MAC is nooit goedkoop. Maar deze is dus ideaal als oogschaduw primer. Je brengt hem aan. Eerst hij droogt ook op. Dus je hoeft er niet een poeder of zo nog extra op aan te brengen. En dan met welke oogschaduw je ook ingaat. Het blijft beter zitten. De kleuren worden heftiger en alles brengt gewoon al met al beter aan op je ooglid. Ook raad ik hem aan voor mensen met vettige ogen. Als het bij jou hier altijd een beetje vettig wordt, waardoor je oogschaduw helemaal gaat verplaatsen of gaat creasen, als je deze ervoor opdoet, dan gebeurt dat echt gewoon nauwelijks. Dus deze vind ik echt heel fijn en ik raad hem ook gewoon aan. Van Moshi Moshi Mind heb ik hier een hand sanitizer. Nou, ik denk dat vooral in deze corona periode iedereen wel bekend is met wat dit is. Dit doe je op je handen en dat
dood dan alle bacteriën. Deze had ik gehad in een goodiebox, ik weet niet meer welke. Maar ik dacht, laat me hem gewoon elke dag gaan gebruiken nadat ik mijn handen heb gewassen. Mijn handen zijn helemaal uitgedroogd. Ik begon ook gewoon eczeem te krijgen op mijn handen. En ik dacht echt, hoe komt dit? Ik heb nooit droge handen, dit dat. En toen besefte ik mij dit. Dit is echt vreselijk. Ik heb letterlijk nooit droge handen. Ik heb wel een hele droge huid, maar mijn handen, er was nooit iets aan de hand. Maar ik heb letterlijk ook van die eczeem. Kijk hier. Ik weet niet of je het goed ziet op beeld, maar zie je hier dit blaasje? Ik heb gewoon letterlijk blaasjes eczeem gekregen op mijn handen door dit. Dus ik raad het niemand aan. Ik heb hem helemaal opgemaakt helaas, want ja, ik had niet door dat dit was gebeurd hierdoor. Ik moet echt beter gaan opletten. Ik heb altijd pas iets door wanneer het al helemaal op is. Maar kijk, zoals je kunt zien, hij is echt helemaal leeg. Ja, ik weet niet of je het kunt zien, maar whatever. Maar deze raad ik dus niet aan. Van Relevant heb ik deze Naturel Deodorant Roller. Deze is amazing. Ik had ook een samenwerking met hun op mijn Instagram. Hij ruikt ook echt heerlijk. Deze is echt gewoon helemaal leeg. En dit is dus een natuurlijke deodorant. Er staat op dat hij dus naturel en vegan is. Deze verpakking is gewoon te recyclen. En het is gemaakt van ander plastic, zeg maar. Dus het is gewoon helemaal goed voor mens en milieu. Ik weet dat als je hoort naturel deodorant, werkt het dan wel? Jazeker, ik heb hem echt helemaal opgemaakt. Ik werkte ook niet voor niks met hun samen. Deze is echt heel goed. Hij ruikt ook echt heerlijk. De geur van dit product gaat ook echt helemaal in je oksels. Dus je ruikt echt helemaal geen zweetgeur meer of wat dan ook. Je ruikt letterlijk alleen maar dit product. En ik vond hem echt fantastisch. Dus als je nog op zoek bent naar zoiets, deze is echt amazing. Van de Body Shop heb ik de Clarifying Face Wash. Deze is ook helemaal leeg, jongens. Deze had ik ook gehad in PR. Deze is een beetje te droog voor mijn huid. Als je een droge huid hebt, raad ik hem niet aan. Hij maakte mijn gezicht wel echt goed schoon. Hij haalde de make-up er echt goed van af. Alleen hij liet mijn huid persoonlijk iets te droog achter. Dus ik denk dat deze wel geschikt gaat zijn voor mensen met een vettige huid. Het maakt het helemaal schoon en het maakt het ook een beetje droog. En dat is dan wel weer goed voor mensen met een vettige huid. Dus voor jullie raad ik hem wel aan. Van Catrice heb ik deze lip serum. Ik weet niet of hij nog te koop is, want met Catrice en Essence weet je het nooit. Hun veranderen continu van assortiment. Super annoying af en toe. Maar deze is echt amazing. Deze is helemaal leeg, zoals je kunt zien. Helemaal opgemaakt. Deze gebruikte ik een hele lange tijd voordat ik mijn video's begon. Want ik breng dan altijd iets aan op mijn lippen. Anders heb ik de hele video lang droge lippen. Het maakt je lippen helemaal zo mooi zacht. Het geeft echt een prachtige glans. En het voelt niet al te dik aan. Dus deze is echt super fijn en heel erg betaalbaar. Van Makeup Studio heb ik deze zwarte liquid eyeliner. Ook deze is helemaal op. Hij is echt helemaal droog. Dit is een van de fijnste zwarte eyeliners die ik heb. En toevallig heb ik hem vandaag ook gebruikt. Kijk, ik heb hier al een andere. Deze is dus op en dit is die ik vandaag heb gebruikt. Je hebt hem ook in het bruin. Die heb ik ook volgens mij. Ja, hier. Deze is in het bruin. Vandaag heb ik er een hele heftige wing mee gemaakt. Maar hij is dus zo fijn omdat hij dus zo secuur is. Het kwastje is zo ontzettend dun. Je kunt er heel secuur mee werken. En ook heel makkelijk een hele kleine dunne wing maken. Zonder dat je te veel in één keer aanbrengt. En wat ik er het mooiste aan vind, is dat hij helemaal mooi mat opdroogt. Zie je dit? Hij heeft super veel pigment. En hij droogt super snel helemaal mat op. En dat vind ik gewoon geweldig. Dus deze is echt amazing. Van I Hot Revolution heb ik hier hun chocolade scrub. Deze is ook helemaal leeg, zoals je kunt zien. En dit is een fantastische betaalbare lip scrub. Obvious heb ik hem helemaal opgemaakt. Je ruikt ook echt best wel veel. Elke dag heb ik hiermee mijn lippen gescrubt. En hij scrubt echt goed. Ik vind het belangrijk bij een lipscrub dat echt mijn velletjes losgaan. En niet dat ik gewoon aan het scrubben ben. En er niet echt iets gebeurt. Want ik heb droge lippen. Dus het moet wel echt zo eraf. En dat doet deze echt. En ik heb heel veel betaalbare lipscrubs gebruikt. Die gewoon te zacht zijn. Helemaal niet zo agressief genoeg. En dan voelt het gewoon alsof ik gewoon letterlijk niks aan het doen ben. En met deze is dat niet. Ik had hem gehaald bij Pussy Shop. Maar daar is hij dus helaas niet meer. Misschien dat hij er nog wel gewoon is op de Revolution website. Dus misschien dat ik nog daar even kijk. Maar hij is echt geweldig. En hij ruikt naar chocolade. Echt een heerlijke geur. Van Florena heb ik de antioxidant nachtcreme. Deze is helemaal leeg. Zoals je kunt zien, elke nacht voordat ik ga slapen breng ik een nachtcreme aan. En deze vond ik best wel fijn. Hij is ook weer zo dik. Zo'n dikkige formule. En het voelt echt alsof hij zo helemaal in mijn huid trok. En in de ochtend voelde mijn huid ook echt super duper zacht aan. En gehydrateerd aan. Dus ik vond hem echt heel fijn. Van Benefit heb ik hier de Bad Girl Bang Mascara. Dit is wel de kleine versie. Hij is helemaal leeg, zoals je kunt zien. Helemaal opgemaakt. En ik heb al heel vaak in mijn video's
verteld hoe geweldig ik hem vind. Ik hoef dat niet nu nog weer helemaal uitgebreid te vertellen. Dit is een van de weinige dure mascara's die ik echt aanraad. Want er zijn zoveel goedkope van Essence. De Princess Lash bijvoorbeeld is echt amazing. Dus ik heb altijd iets van ja, qua mascara hoef je niet per se heel veel geld te besteden. Maar deze Bad Girl Bang is wel echt heel erg goed. Hij maakt ze heel lang en geeft heel veel volume. Van Odorex heb ik hier de Extra Dry Spray. Ook over dit product heb ik al heel vaak verteld. Hij is helemaal leeg. En ik heb weer een andere en die is ook weer bijna leeg. Deze heb ik al gewoon no joke 20 keer opnieuw gehaald ofzo. Want ik gebruik hem al jaren. En dit is dus gewoon zo'n spray. Voor onder je oksels moet je gewoon 1 keer opdoen. En dit gaat ervoor zorgen dat je letterlijk geen stinkoksels meer hebt. Het doet niet iets per se voor de zweet. Dus als je veel zweet, dat gaat het niet verhelpen. Maar wel echt de geur. Het haalt echt die geur weg. Ook hierover heb ik al heel vaak verteld. Ik vind hem echt amazing. Van Catrice heb ik de Lippen Gemma Night Mask. Dit is dus een nachtmasker voor je lippen. Helemaal leeg zoals je kunt zien. Dit is echt een van de beste nachtlipmaskers die ik ooit heb getest. Super betaalbaar. En jongens, als je wakker wordt, je lippen zijn zo zacht als het maar kan zijn. En dat heb ik persoonlijk echt nooit, want hè, nogmaals, droge lippen. Echt fantastisch. Ook van dit weet ik niet of hij er nog is, maar als hij er nog is, ik raad hem echt zeker aan. Echt amazing. En dat was het dan. Het bakje is helemaal leeg. Nou mensen, dit was het dan. Dit zijn alle producten die ik de afgelopen tijd helemaal heb opgemaakt. Ik hoop dat jullie het weer leuk vonden en er echt iets aan hebben gehad. Als je meer van dit soort video's wilt zien, let me know beneden in de reacties. Kom lekker kletsen met mij. Ik vind het altijd heel leuk om van jullie te horen. Nou, vond je de video leuk? Vergeet niet te liken en te abonneren. Ik plaats hier ook nog 2 video's in beeld die je kunt gaan bekijken. En mijn gezicht hierboven om te abonneren. En dan hoop ik jullie weer snel terug te zien bij de volgende video. Doei doei!